voortgaand verleden. Stichting Microtoerisme Inzicht helpt u uw historische kennis op een gemakkelijke manier groter te maken. Bijvoorbeeld door de geschiedenis van mooie steden in beeld te brengen. Maar u kunt op de website ook gratis historische stadswandelingen en audiotours downloaden. Het Overijsselse Hasselt is een van die aardige kleine stadjes waar je als het ware door de vaderlandse geschiedenis kunt lopen. Opgravingen hebben uitgewezen dat hier, op hoger gelegen zandruggen, al rond 1000 voor Christus mensen woonden. Op dit kruispunt van land- en waterwegen ontstond Hasselt. Rond 1252 verleende de bisschop van Utrecht de plaats stadsrecht. Vanaf 1367 was Hasselt lid van het Hanzenverbond. In dat middeleeuwse samenwerkingsverband probeerden handelaren en steden hun onderlinge handel te beschermen en uit te breiden. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog lag Hasselt op de grens van de Spaans- en staatsgezinde gebieden. Pas in 1590 werd de stad definitief veroverd door prins Maurits. Na 1606 kreeg de stad nieuwe verdedigingswerken. In 1672, het rampjaar, werd Hasselt korte tijd veroverd door Bomme Berend, de bisschop van Münster. In 1809 werd Hasselt als vesting opgeheven. Muren en poorten werden afgebroken. De bolwerken verloren hun functie. De vispoort dateert uit de 14e eeuw. Strikt genomen is het geen poort, maar een aan de buitenzijde plaatselijk verzwaarde muurdoorgang. De doorgang was vanuit Hassel de toegang naar het water. In de stadsmuur is nog een ingemetselde kogel te zien die herinnert aan een beschieting in 1657. De Rechterense huizen bestaan uit twee samengevoegde huizen. De beide panden waren bezit van de graven van Rechteren. De graaf schonk in 1775 de beide huizen aan de stad met het doel er een armhuis in te stichten, voor de verplegering van wezen en oude en gebrekkige lieden. De panden deden tot 1966 dienst als bejaardentehuis van de hervormde gemeente. De markt is het middelpunt van Hasselt en wordt gedomineerd door de grote kerk. In Hasselt leidden van oudsher alle straten naar de kerk. Vervolgens kwam er voor de kerk een raadhuis. En weer wat later werd het centrale punt van de stad afgerond met de markt. Deze laatgotische hallenkerk, de Grote Kerk, werd gebouwd in het midden van de 15e eeuw, ten dele op de fundamenten van een oudere kerk. Door blikseminslag brandde in 1725 de torenspits en de kerkdaken af. De huidige spits is van 1738. Het oude stadhuis bestaat uit twee gedeelten. Het linker gedeelte van het stadhuis is van rond 1550 en is ouder dan het rechter gedeelte dat rond 1615 is gebouwd. Kenmerkend voor het oudste gedeelte zijn de speklagen van Bentheimer zandsteen met steenhouwermerken. In het jongere westelijk gedeelte was eeuwenlang de waag gevestigd. Het stadhuis biedt nu onderdak aan de VVV en de historische vereniging Hasselt. Als de houten bankjes voor dit huis aan de Brouwersgracht de waarheid spreken, wonen hier Hans en Wilma. Het pand zelf stamt uit de 17e eeuw. Hans en Wilma zijn waarschijnlijk jonger. Bij een verbouwing in de 19e eeuw werd het onderste gedeelte van het pand bepleisterd.
De trapgevel daarboven laat vrijmetselwerk zien, met zandstenen waterlijsten en afdekplaten. In de zijgevel zien we fraaie leliemuurankers. Let ook op het metselwerk in de boogvullingen. Hier, in de Ridderstraat, stond tussen 1802 en 1958 de synagoge. Tot de Tweede Wereldoorlog was er in Hasselt een kleine Joodse gemeente van zo'n 40 leden, waarvan vele in de oorlogsjaren zijn weggevoerd. De Joodse gemeente is in 1947 opgeheven. Tot 1958 heeft het pand nog dienst gedaan als pakhuis en is toen afgebroken. De Hasselter Aak was een type vaartuig dat tussen 1885 en 1915 onder andere in Hasselt werd gebouwd, aanvankelijk van hout, later van ijzer en staal. In 1982 werd ter herinnering aan de Hasselter Aak door de beeldhouwer Erik Claus een kunstwerk gemaakt. Dat heeft een mooi plaatsje aan het water gekregen. Deze katholieke kerk met pastorie en buitenkapel is in 1933 gebouwd. De buitenkapel vormt de Heilige Steden. Van oudsher was dit een bedevaartsplaats. Wanneer de Heilige Steden gesticht is, is niet bekend. Men vermoedt in het begin van de 13e eeuw. De in Hasselt geboren Kiliaan van Rensselaer is de stichter van Rensselaerswijk bij New York. De afstammelingen van Kiliaan zijn daar nu high society. Net buiten Hasselt staat de korenmolen De Zwaluw te pronken. Omstreeks 1500 stond hier, als we de archieven mogen geloven, al een molen. De huidige molen staat er sinds 1784. Het is een achtkantige bovenkruier op een bakstenen onderstuk. Tot 1955 werd de koren gemalen. In 1996 kwam de molen in het bezit van een stichting die de molen in 2000 prachtig heeft gerestaureerd. De stenen dijk is de laatste gemetselde zeewering van Nederland. Zeewering? Maar in de veste verte is hier geen zee te bekennen. Hoe zit dat? De zee waar we het hier over hebben is de Zuiderzee. Het IJsselmeer heette Zuiderzee voordat de afsluitdijk de zee temde. Sinds dat moment heeft de stenen dijk geen zeewerende functie meer. Opvallend is het verschil in metselwerk in de bijna 1 kilometer lange muur. Iedereen die grond had langs de dijk moest ook de zeewering onderhouden en elke landeigenaar gebruikte daarvoor de stenen die hij voorhanden had. Het Van Stolkpark is aangelegd op het voormalige 17e eeuwse bolwerk Holt de Wambois. Toen de stadswallen hun verdedigingsfunctie verloren, is er in het begin van de 19e eeuw op dit gedeelte van de omwalling een wandelpark in Engelse landschapstijl aangelegd. Dit beeld uit het Van Stolkpark doet je toch sterk denken aan de scène uit de film De Chameleon. Grenzend aan het Van Stolkpark ligt de gemeentelijke begraafplaats. Die werd in 1829 in gebruik genomen en is nog diverse keren uitgebreid. Het neogotische lijkenhuisje werd in 1874 gebouwd. Kalkbranderijen behoren tot de oudste industriële bedrijfstak in Hasselt. De twee ronde ovens van Hasselt zijn van handgevormde bakstenen en dateren van omstreeks 1850. In kalkovens maakte men uit schelpen kalk voor de bouw- en de landbouwbemesting. De vulopening van een kalkoven bevindt zich op zo'n 5 meter boven de grond. Via een schuin naar boven lopende stelling werden lagen turf en schelpen naar de oven getransporteerd. Onder in de wand waren rondom gaten losopeningen aangebracht. Deze zorgden voor de luchttoevoer en maakten het verwijderen van de gebrande kalk mogelijk. Vroeger lag de Joodse begraafplaats van Hasselt op een andere plaats. Die begraafplaats werd in 1825 volledig verwoest tijdens een watersnoodsramp. Heel luguber, de lijken en kisten dreven toen door de straten van de stad. Daarna is de Joodse begraafplaats verplaatst naar hier, een voormalig bolwerk.
Ook dat bolwerk is nog in opdracht van prins Maurits aangelegd. Waar nu de Baangracht is, met aan weerskanten een straat, was de situatie vroeger heel anders. Tot 1390 was er een wal. Na 1390 kwam er een nieuwe dubbele gracht met de aardewal. Dat was de Borgwal. Deze twee woningen aan de Baangracht waren ooit bijgebouwen van het Mariaklooster. Het Mariaklooster is waarschijnlijk in de 14e eeuw begonnen als een begijnhof. In de loop der jaren groeide het uit tot een enorm complex dat veel invloed had in de stad. Na de reformatie taande de invloed. In 1617 is de laatste begijn overleden en vervielen alle gebouwen aan de stad. In de tijd van het Mariaklooster heette de Verlaatsbrug de Begijnenbrug. In 1612 werd er een houten sluis en in 1613 een stenen sluis gebouwd. In 1614 kwamen er vloeddeuren bij de brug. Hier ziet u hoe met muurankers het jaartal 1611 is weergegeven. Van één van de muurankers is een 6 gemaakt. In 1391 hebben schepenen en Raad van Hasselt besloten een gasthuis te bouwen voor de geestelijke verzorging van zieke en arme mensen. Het gasthuis had aan de overkant van de straat een kapel die gesticht was ter ere van de Heilige Geest. Die benaming ging over op het gasthuis, het Heilige Geest Gasthuis. In 1725 werd het gebruikt voor kerkdiensten. En dit is dan die kapel van het gasthuis, de Heilige Geestkapel. Deze kapel groeide uit tot een kerk, de Heilige Geestkerk. Men vermoedt dat de plaats ook dienst heeft gedaan als strafkolonie voor een klooster. Monniken zouden als straf daar enige tijd verblijf hebben moeten houden. Blijkbaar was er eens een tijd dat monniken wel gestraft werden voor hun zonde. Later verviel het pand, een gedeelte brandde in 1961 af. Het gebouw is in 1969 door de vereniging Hendrik de Keizer gerestaureerd en teruggebracht in de staat die het in 1611 had. In 1617 werden langs de Rosmolenstraat 7 huisjes voor olde arme vrouwen neergezet. In 1624 werden die woningen door Willem Egberts erfelijk aan de armen der stad afgestaan. Hé? Er Lubbers? Hier? Wie had dat gedacht? De hier op een gemetselde pijler geplaatste schildhoudende leeuw dateert mogelijk uit de 16e eeuw en is afkomstig van de in 1827 gesloopte veerpoort. Zijn dubbelganger aan de andere kant van de straat is in de oorlog verdwenen.